met een grote jas die bestemd is tegen weer en wind. Daaronder zit een body met daarop een soort van kaart van haar, haar avonturen. Eigenlijk wou ik het gevoel wekken dat ze kan met deze outfit gewoon dansen in de balzaal. Maar als ze er klaar mee is, de rugzak kan pakken en op pad kan gaan. Ik heb een jurk gemaakt met heel veel historische elementen. En ook geïnspireerd een beetje door wat Belle draagt in de film. Ik heb heel veel details ook gebruikt van de frosts op de stolp. Omdat dat vond ik een hele mooie ding om ook in mijn jurk te maken. Nou, de elementen die ik vertaald heb binnen mijn ontwerp is toch wel de sprookjes, kant van het verhaal, maar ook de donkere kant. Het sprookje heb ik natuurlijk de baljurk van Belle gekozen, die heel zwierig is en heel overdreven. En ik heb een bepaalde angst proberen te creëren door daar een pak onder te ontwerpen die voor mij de donkere kant van het sprookje laat zien. Als inspiratie uit de film heb ik eigenlijk vooral het beeld gepakt van de roos. Ik dacht, ik ga zelf kijken of ik schaduwen van rozen kan pakken, die fotograferen en daar weer een prints van te maken. De grootste uitdaging voor mij was het ontwikkelen of het ontwerpen van een outfit voor een vrouw. In het verleden heb ik altijd voor mannen ontworpen. Dus dat was voor mij een hele verandering en een grote stap om dus voor een vrouw te ontwerpen. Mijn outfit bestaat uit een mantel, gemaakt van rood fluweel en blauwe tulle mouwen. Met achterop een embroidery van de roos, die je in het begin van de film ziet. De kleuren die ik gebruikt heb in haar outfit zijn een combinatie van alle jurken van Belle. Ik ben begonnen met een leren jas met daarachter een patcher van leer van een roos. En de roosblaadjes vallen zoals in de film naar beneden, helemaal door tot over de broek waar het verandert in gouden embroidery van roosblaadjes.